Opeens waren we allemaal bang, vertelde Yassine. Heb je echt gezien hoe Rabin vermoord werd? Vroeg ik nieuwsgierig. Ik had een leraar die ik toevallig heel graag had, leraar geschiedenis. En die kon heel boeiend vertellen over Israël. En ik dacht, als ik ooit de kans krijg om daar naartoe te gaan, dan ga ik daar naartoe. Gelukkig voor mij kon hij niet zo boeiend vertellen over Australië. Anders moest ik elke keer naar Australië gaan. Maar ik vond het wel leuk om eens te gaan toetsen wat hij vertelde tijdens zijn lessen. Dat heb ik dan ook meteen gedaan toen ik de kans kreeg om naar Israël te gaan. De eerste keer dat ik met mijn bril naar televisie keek, zag ik die beelden van de moord. Alles was haarscherp. Ik trek elk jaar naar Israël en de Palestijnse gebieden. En de hele kwestie tussen Joden en Palestijnen is heel moeilijk om te doorgronden. En ik denk dat er nog geen oplossing te zien is op korte termijn. Ik heb alles in mijn niet te vergeten boek geschreven, zei ik. Waarom? Vroeg Yassine verbaasd. Denk je dat wij zoiets zullen vergeten? Wanneer je spreekt over de Joods-Palestijnse kwestie, dan moet je de beide kanten leren kennen. We gaan bidden in de synagoge en dan zullen we overal kaarsjes branden. Kom je ook? Ik hoop dat wanneer lezers mijn boek gelezen hebben, of een van mijn boeken gelezen hebben over het onderwerp Israël en Palestijnen, dat ze niet zwart-wit zullen denken en dat ze niet meteen een oplossing zullen brengen, omdat ze bijvoorbeeld één uitzending gezien hebben over dat onderwerp. Maar dat ze beseffen dat het heel ingewikkeld is. Yassine en ik zijn niet samen geweest voor de rouwdienst, maar toch hebben we samen de omheining weggedroomd.